Ik heb een uitdaging, probleem met de profielen ten opzichte van mijn kozijn. Mijn grote schuifpui kozijn. Het is namelijk zo, als je het kozijn hier zo hebt, dat loopt nagenoeg gelijk met de platen, ja, de wand, de buitenwand. Daar zit dus een regelwerk op. En daar komt mijn buitengevelbekleding tegenaan. En daar komt dus zeg maar een profiel op. Zo. En dan komen we hier zo in de gevelbekleding. En dat sluit dus mooi hier zo aan. Want dat heb ik een beetje opgemeten natuurlijk. Je hebt het profiel. En daar zit natuurlijk een hoogte in. Dus een F-profiel. Hier steekt de gevelbekleding in en hier zit je regelwerk in. En die afstand, dat klopt precies. Dat je dus mooi zeg maar deze tegen je kozijn aan kan zetten. En dan is het mooi afgewerkt. Je kunt ermee ook nog afkitten. Dat is prima. Maar ik heb nu gemerkt dat mijn schuifpui staat niet helemaal verticaal waterpas. De wand van het huis wijkt naar boven af ook een klein beetje af. Maar eigenlijk staat de hele schuifpui een beetje naar binnen toe. Met tot gevolg, als ik nu wat hoger ga en bovenaan kijk en ik zet hem nou erop, dan krijg ik dus een hele opening van wel 5 mm, 5, 6 mm. En dat vind ik niet zo mooi. Dus dacht ik van, nou goed, wat kan ik dan doen? Een beetje gaan smokkelen. Door mijn regel hier wat minder dik te maken. En dan gaat daar 5, 6 mm vanaf. Maar dan creëer ik eigenlijk dat hij een beetje bol naar binnen toe loopt. Nou zul je het denk ik niet zien over deze 2,5 meter afstand. Maar dat betekent ook dat hij dus bovenaan dan dus iets minder van de gevel af zit. De gevelbekleding. En naar boven toe moet ik het dan eigenlijk dan zo aanhouden. Dus op zich zou dat nog kunnen. Het is wat meer werk door dunnere regels toe te gaan passen. Echter zag ik nu dat de schuifpui aan de bovenkant, je kunt al een beetje zien, ja, of die helemaal recht loopt, dat weet ik niet precies. Of die perfect helemaal recht loopt over die hele afstand. Maar ik zie in ieder geval wel dat de schuifpui van in het midden wat naar binnen toe loopt. Of de buitengevel, die loopt een klein beetje naar buiten. Dat zou ook nog kunnen. Maar goed, daar zit één hele grote balk in. Ja, of het een beetje afwijkt, weet ik niet. Maar het is daar toch al gauw, nou, wat is het ook weer, 6, 7 mm. En op het moment dat ik nu dus die kant wat in ga nemen, dan wordt het probleem eigenlijk aan die kant alleen maar groter. En eigenlijk moet ik dus die aanhouden. Nou goed, als ik daar ook dunnere latjes ga toepassen. Ja, dan moet ik naar de zijkanten weer wat smokkelen. Dus ja, eigenlijk is het probleem, de schuifpui staat ten opzichte van de opening niet helemaal correct erin. Denk ik tenminste. Ik kan het over die afstand namelijk niet helemaal goed bepalen met de waterpas. Maar toen dacht ik, nou ja, als dat het probleem is, de schuifpui, misschien moet ik dan die schuifpui gaan corrigeren. Want dan neem ik het probleem weg. Dan heb ik even zitten kijken, want die schuifpui zit natuurlijk gesteld in. Ik heb hier ook de waterpas tegen aangehad aan de binnenkant. Ja, het wijkt ietsje af over die hele lengte. Het is niet zo heel veel, dus op zich staat hij er redelijk netjes in. Maar wat ik zou kunnen doen door het smokkelen, door eigenlijk de hele pui, de hele schuifpui, een beetje aan de bovenkant naar buiten toe te kantelen. Want dan ben ik het probleem van het overstekende stukje buitenbeplating, die ben ik kwijt. En omdat hij aan de onderkant, aan de onderkanten zit hij wel precies gelijk met de buitengevel, maar aan de bovenkant niet. Dus als ik nu het geheel zeg maar een beetje naar buiten toe kantel aan de bovenkant, dan ben ik meestal van mijn openingen ben ik kwijt. Alleen de vraag is, gaat dat nog?
Sowieso is het natuurlijk best wel een onderneming om even een schuifpui los te halen. Goed, ik ga hem dan niet aan de onderkant los, maar alleen aan de bovenkant. Is het een idee, als ik dus deze stelstrips, dat ik die loshaal, dan doe ik eerst bijvoorbeeld deze hoek. Want het is natuurlijk een beetje spelen in het kunststof, dus je kunt het een klein beetje duwen. Dat ik niet meteen alles loshaal, maar zeg maar eerst deze hoek. Dus ik haal al die stripjes los. En dan heb ik natuurlijk nog mijn pug. Er zit tussen het hout van de panelen, daar zit nog dit dampfoliedoek. Wat alleen met een paar nietjes toen vast is gezet. Dus de pur zit tussen het kunststofkozijn en dat dampfolie. Dus misschien zit het daarmee dus niet heel erg gefixeerd aan het hout dan natuurlijk vast. Maar de vraag is of ik dan, ja, misschien kan ik er doorheen zagen, of het verstandig is überhaupt om dit te doen. Een beetje los te halen, ja, en dan dat pur er weer tussenuit. Dat zal wel heel gepiel worden. Kan natuurlijk alsnog dan weer op dicht, nieuw dichtpurren. Maar eigenlijk is het hele idee, ook bovenaan zitten dus weer die stripjes. Ik weet niet of je het ziet met tegenlicht. Om die allemaal los te halen en dus eigenlijk de hele pui te kantelen. Dus misschien, lieve luisteraars, beste kijkers, is er iemand die mij een tip kan geven hoe ik dit zou kunnen corrigeren? Eigenlijk zie ik het liefst gewoon de pui gelijk met de buitengevel. Want die afwijking, mocht die nu perfect waterpas staan en ik corrigeer hem nu 5 mm aan de bovenkant. Goed, dat ga je niet zien. En dat kan die prima hebben. Dus dat heb ik eigenlijk het liefste. Of misschien is er een slimme oplossing om die F-profielen aan de buitenkant, waar de gevelbekleding in komt, om daar een net randje of zo te maken. Het is niet te doen om dat dicht te gaan kitten, is te veel. Of ik moet daar aan de binnenkant weer een strip op kleur tegenaan gaan maken. Maar goed, hoe monteer ik die dan weer blind? Dat is een uitdagingje. Dus wellicht weet een van jullie daar een goede tip voor. Nogmaals, het liefste schuifpui corrigeren. Maar ja, hoe doe ik dat het meest verstandige? Dus let me know. Thank you.